is Straatpraat. Hallo, Link Media hier. Ik ben Stephanie en we zijn hier vandaag voor de Straatpraat. We winkelcentrum in Spijkenisse om te vragen wat de mensen allemaal met Koningsdag gaan doen. Ik heb echt geen flauw idee. Ik denk dat ik gewoon hier naar het centrum ga. Eventjes buurtje. Maar ik heb een kleine, dus ik kan niet helemaal van God los, zeg maar. Dus even kijken wat voor gezelligheid deze buurt brengt. Ja, ja. Toch altijd wel bekenden in het centrum en dan even kijken wie er allemaal zijn. Nee, helemaal niet. Ik ga naar mijn man toe, die zit in het verpleeghuis. Dus, Oké. Ja. En dan gaat u samen lekker een mooie dag ervan maken. Ja, als het zonnetje schijnt, lekker op het balkonnetje. Wij gaan naar Rotterdam, naar de stad. Superleuk. En dan, ik hoorde dat de koning daar waarschijnlijk ook komt. Gaat u daar nog voor in de rij staan, als dat mogelijk is? Nee hoor, nee. Nou, niet veel, want wij kunnen ons garage niet uit met de auto. We hebben braderie voor de deur. Dus rondje dorp. Ja, lekker rustig. Dus u heeft een braderie voor de deur, dus u kunt er gelijk... Ja, precies. Ja, nee, is perfect. Dus dan kun je toch onder de mensen en langs de kraampjes. Dus dat is gezellig. Naar de batterie op het dorp. En even kijken daar. Misschien muziek. Wat is het? Nou, we gaan wel ook heel leuk even naar een tuincentrum. Want we krijgen een plant van mijn ouders voor een van de verjaardagen. Maar we zijn in de tuin aan het klussen. Dus ik vrees dat we daarna weer... het eindresultaat wordt vast heel leuk. Maar het doen is echt wel heel zwaar. Dan gaan we gewoon klussen in de tuin weer. Dus hopen dat het droog weer is. Helemaal niks. Helemaal niks. Dat interesseert me helemaal niks. Dat kan. Hartstikke lekker dagje. Lekker rustig voor u dan. Als het mooi weer is, kun je lekker aan de wandel. Ja. Ik ga werken op het Koningsdagfestival in het Kralingse Bos. Wat fantastisch. Wat gaat u voor werk daar doen? Ik ga daar het sanitaire gebeuren regelen. Dus de dicties netjes houden en alles in goede banen leiden daar. Nou ja, trainen, dat is één. Eten, drinken, chillen, klaar. Dat is mijn antwoord. Ja. Dat is nog niet... Oké. Er is zo weinig tegenwoordig. Vroeger had je van die grote braderies. Ja. En die hebben we juist niet meer. Het is alleen voor die kinderen elke keer met dat rommelmarktspul, weet je wel. Maar voor de rest, vroeger had je het echt... Weet je wel, van die kramen met tassen en kleding en... Nou, heb ik wel gehoord dat de koning kwam in Rotterdam. Heb je daar nog enig interesse in om daar naartoe te gaan kijken? Nee, niet echt. Had gekund. Hij heeft ook interesse in mij. Sorry? Hij heeft ook interesse in mij.